Oh! Oh! Are you serious? Wat ik? Alweer? KnolPower! KnolPower! Dames en heren, tof dat jullie allemaal en dan ook echt allemaal weer massief kijken naar deze video. Kan dat eigenlijk, Milan? Massief kijken? Nee, eigenlijk niet. Massief is eigenlijk een soort gewicht, dus maar... Dus je kan wel massief de video liken? Als je erop gaat zitten, ja. Oké, ga allemaal even op het blauwe duimpje omhoog zitten. Nee, en dan wordt hij ingedrukt en dan is het helemaal mooi. Ben ik weer helemaal blij. Ik ben weer met motherfucking mijn bro, Milan. De vorige aflevering hebben we heel veel vragen gedaan. Milan zou een andere keer een lijstje hebben met allemaal vragen. En als het goed is, heeft Milan dat ook voorbereid. Milan, ja, Milan, pas op! Ga weg, Milan! Oh, nee. Oh my god! Oh, yes, 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 yes. Hij viel in het water, dus er is niks kapot. Oh my god. Fuck, man. Hoe komt dat ding hier binnen? Oh my god. Oh my god, al dat glas. Kijk boven je, Milan. Schade. Oh, meteen actie. Oh my goodness. Sorry, hoor. Holy fuck. Ik ga meteen de damage herstellen, man. Ja, is goed. Sorry, man. Kan gebeuren. Dicht. Open. Gelukkig heb je niet zo'n irritant geluidje als je door de deur gaat. Hoor, er zijn wel allemaal leaves zijn er weggegaan, man. Allemaal weggeploft. Ja, ik ben niet aan het zoeken nu, maar ik weet niet waar die zijn. Oké. Ja, boeien, dat fix ik een andere keertje wel. Maar tof dat jullie er allemaal weer zijn. En ik vind het tof dat Milan nog even tijd had om een aflevering op te nemen. Dus wij gaan gewoon beginnen, waar we ook de vorige aflevering mee bezig waren. En dat was met die quizvragen. En ik vind het echt super leuk om te doen. Ah, nu kan je ook een beetje herkennen dat het Milan is. Dit ziet er heel grappig uit. Het lijkt net alsof je super gespierd bent en eigenlijk te gespierd voor je hoofd. Zo'n bodybuilder pak. Ja. Dat jouw hoofd past niet bij je bodybuilding lichaam. Ja, dat ziet er fucking droog uit. Oké, hey, maar ik heb inderdaad vragen voor jou opgezocht. Ik heb moeilijke vragen, makkelijke vragen. Ik heb algemene kennis. Ik heb sport. Nee, ik heb geen sport. Ik heb vrouwelijke kennis. Ik heb afkortingen. Ik heb zelfs dier. Dus ik heb een beetje van alles wat. Een beetje gemixt. Oké, van alles wat. Oké. Mixed feelings, mixed feelings. Ja, dus wees voorbereid. Oké, ik wees voorbereid. Jullie zagen af en toe even het beeld zwart, maar dat kwam omdat ik even een groot beeld moest doen. Hier kan je gewoon naar beneden laten vallen. En dan flopsakee. Dan kan je gewoon in het water vallen als je het een beetje goed doet. Ja, nice. En dan gaan wij, net zoals de vorige keer, gaan we gewoon maar even door met minen. Want ik kan altijd wel wat diamonds gebruiken, iron gebruiken. En ik heb zo'n gevoel dat er binnenkort weer een fucking groot project aan de gang gaat. Dus dan is het handig om goed voorbereid te zijn met resources. En ja, wat kunnen we nou beter doen als we dat soort quizvragen gaan doen? Want dan ben je eigenlijk heel erg gefocust op die vragen en niet op de rest van Minecraft. Ja. Dus dan kan je net zo goed gewoon gaan minen. Ja, wij schrokken ook de vorige keer van hoeveel we eigenlijk hadden gegraven. Ja. Want we liepen dat hele eind terug. Het was echt van, oh my god, hoe lang duurt dit nog? Maar we hadden superveel gegraven. Dat was echt bizar. Echt heel veel. Hé, laten we gewoon hier naar beneden gaan. Jij hebt gewoon nog alle shit bij, hè? Dus genoeg equipment en zo. Ja, maar Diamond Pickaxe is wel bijna kapot. Dat is het enige... Oh, je hebt geen andere pickaxe bij je? Nee, niet bij me, nee. En ik heb ook geen diamond bij me. Oh, maar nou, we vinden... Ah, oké. Dan kan je misschien nog wel even eerst met een iron pickaxe verder. En dan vinden we vanzelf wel diamonds. Want ik weet eigenlijk wel zeker dat we diamonds gaan vinden. We gaan ook meteen even naar diamond level graven. Voor de mensen die het niet weten, dat is level 11 of 12. Zelf zoek ik altijd op 12. Ik weet niet wat jij doet, Milan. Wat ik doe is geen torches meenemen. Nee, ik doe inderdaad altijd op 11. Nee, op 13. 13 en 12, dan ga ik daartussen, zeg maar. 13 en 12. Oké, ik kijk altijd op 12. Kijk, nou, we zien hier al meteen iron, dus dat is een goed begin. Mooi. En ik ben heel erg benieuwd wat voor vragen ik krijg. Dus Milan, brand los. Doe het net zoals als wat ik deed. Jij had ook verteld in de vorige aflevering, voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Check hem even, want ik vind dat die heel erg leuk is. Had jij gezegd van, yo, ik wil die quizmaster wel zijn. Bij deze, je bent de motherfucking quizmaster. Dus als ik een antwoord fout heb, verdien jij een punt. En als ik hem goed heb, verdien ik natuurlijk gewoon een punt. Oké, dat is helemaal goed. Ik was me al een beetje aan het rekken en strekken voor de kijkers, zodat ze weten dat ik er klaar voor ben. Nice. Ik hoor ineens schapen hier, hoe kan dat nou? Schapen? Boem. Ja. Hoppa. Ik hoor ineens maar ik zit hier onder de grond. What the fuck? Is het ook als er iets valt of zo? Hè, hoor je serieus schapen? Ja, of en hier is al een torch, dus hier ben je al geweest. Dat is serieus, geen grap. Ik hoor serieus schapen hier. Oh, dat is dom. Oh, what the fuck? Oh, wacht, misschien omdat ik heel dicht bij de grond zit. Oké. Ja, we zitten nog vlak bij de grond, hè? Dus... Ja, ik ben een beetje noob bezig. Maar maakt niet uit. Oké, wat wil je eerst? Wil je een makkelijke vraag of een moeilijke vraag? Of, laten we meteen beginnen met een hele makkelijke. Oké, de makkelijkste vraag. Ik moet even kijken. Ik heb 15 opgeschreven, dus dan moet ik even doorheen bladeren. De makkelijkste 15 vragen. Oké, nice. 15 heb ik het totaal, maar ik heb ook een tabblad openstaan met nog iets meer. En ik kan natuurlijk altijd verzinnen. De allereerste vraag. Daar komt die. Hoeveel? Dit is gewoon alleen een getal. Hoeveel wereldoorlogen zijn er al geweest? Wow, serieus? Dat is echt de makkelijkste vraag ever. Oh, is dat echt gewoon serieus Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog? Het is 1-0. Nice, maar weet je wat het is? Het is zo dat toen jij zei wereldoorlogen, toen dacht ik eerst aan serieus elk oorlog. Maar toen dacht ik aan dat woordje wereld en toen dacht ik, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Dus ik moest wel serieus heel eventjes nadenken, want toen ik dat hoorde dacht ik serieus aan echt letterlijk alle oorlogen. En ja, dat zijn er wel aardig wat meer dan... Inderdaad, nu heb je een oorlog in Syrië en je hebt een oorlog in Oekraïne volgens mij en... Dus dat kun je allemaal niet bijhouden, joh. Dat is te veel. Dat is inderdaad echt te veel. Dus dat zal onder de categorie hele moeilijke vragen geweest zijn. Dat zal onder de categorie onmogelijke vragen zijn. Ja, denk ik ook, ja. Wow, kijk hier beneden. Oh, hier ben ik al een keer geweest. Oh, fucking die duck. Oh, duckity fuck. Oké. Dan gaan we door naar de volgende vraag. En ik zeg niet eens of het makkelijk of moeilijk is. Want dat hoor je vanzelf wel. En dit is best wel leuk. Tenminste, de vraag is leuk, alleen de gebeurtenis minder. Op welke dag was de aanslag op het World Trade Center? 11 september. Hey, kijk eens aan. Maar dat moest je ook al weten, want toen werd ik was 2 dagen daarna was ik jarig. Ja, klopt. Dat is ook deels waarom ik het weet, maar ook omdat, en dat is wel een heel heftig verhaal wat ik nu ga vertellen. Ik weet ook precies nog hoe die jongen heet, want zo is het mij bijgebleven. Neem jij dat pad trouwens wel aan. Het is de service die ik geef, omdat ik 2-0 voor sta. Ik moet alleen even... Oh nee, je torch moet ik hebben. Ja, als Milan het niet doet, dan doe ik het wel. Oké, ja... Oh, sorry. Ja, 2. Ja, oké. Torches, alsjeblieft. Dankjewel. We zitten nu op level 12 te hakken, dus dat vind ik een goed level. Maar het is dus zo dat World Trade Center, ik zal het uitleggen, ik zat op de basisschool, Heksketel, dat weet ik ook zelfs nog, in Assen hier. En daar heeft Milan trouwens ook op gezeten, Heksketel en Heksenkring. Super tof school. Heksennest en Heksenkring. Nee, het was Heksketel en Heksenkring. Nee, Heksenkring heette de school, Heksenkring en Heksennest. Oh ja, dat waren de locaties. Ja, klopt. Ah, oké. Ja, sorry. sorry man. Maakt niet uit. Jij hebt wel gelijk, dus dat klopt wel. Oké, het is dus zo dat ik zat op die school en een vriend van ons uit de klas, die ging naar Amerika om het World Trade Center te bezoeken. Wow. En toen ging hij daarheen en toen kwam hij terug. En... toen was hij ook niet op school, want wij kwamen op school en er was iets fucking heftigs gebeurd. En ja, ik was klein, ik was jong. Ik snapte het niet helemaal, wist niet wat er aan de hand was. Maar ik kon wel gewoon beseffen dat er iets ergs was gebeurd. En dat las je ook van iedereen zijn gezicht af. En toen hadden ze ook gezegd van, ga allemaal even zitten mensen. Nou, toen dit en dit is gebeurd, de tv stond aan, dus ze hadden de beelden laten zien. En toen was Laurens, heette die. Laurens. Die was in de klas. En die was helemaal gechoqueerd. Die was stil, die was afwezig. Veel meer afwezig dan dat hij normaal was. Hij was al afwezig, maar nu al helemaal. En hij vertelde serieus met tranen in zijn ogen... dat hij de dag voordat de World Trade Center was ingestort... had hij helemaal bovenaan in het World Trade Center op het dak gestaan. Zo. Hij had serieus met zijn familie had hij op het dak van het World Trade Center gestaan. En een dag daarna... dus diezelfde avond vloog hij weer naar huis. En de dag daarna dat hij thuis was, boem, World Trade Center neer. Zo. Dat is echt sick, jongen. Dan heb je ook een herinnering voor het leven gewoon. Zo, dat is echt waar, jongen. Dat staat op je netvlies, jongen. Dan mag je God op zijn blote knieën bedanken voor dat geschenk. Zeker wel. En weet je wat ik ook dan echt... Ik krijg er helemaal kriebels van. Weet je wat ik ook heel bizar vind? is dat mensen die die dag ziek waren. En niet op het werk waren gekomen. Van het World Trade Center. Maar waarom? Nou, dan zijn ze gewoon nog levend. Snap je wat ik bedoel? Oh, zo, als je ziek had gemeld en je werkte op het World Trade Center. Ja, dus er waren heel veel bedrijven in dat World Trade Center, hè? Het waren niet alleen maar woningen, maar echt superveel bedrijven hadden daar ook een locatie en een vestiging. Ja. Dus het was zo dat superveel mensen, die werken daar altijd. En dat was zo ziek druk altijd. Daarom was dat ding ook zo groot en zo lang. Er kon zoveel in. En... dus het was echt heel bizar dat sommige mensen hadden zich ziek gemeld. En als jij je dan ziek meldt op zo'n dag. Stel voor jij had je ziek gemeld, terwijl je eigenlijk geen eens ziek was. Maar je ging gewoon met vriendinnen iets leuks doen. En dat gebeurde. Dat is echt bizar hoor. Dat soort dingen, daar sta je niet bij stil op zo'n moment als zoiets gebeurt. Maar achteraf ga je dat soort gekke dingen bedenken van... Wow, er zal iemand zich maar ziek hebben gemeld. De dag dat dat gebeurde. Ja, dat zijn echt van die gekke, zieke dingen. Maar oké, dat is even het verhaaltje achter de World Trade Center. Ja, het antwoord was goed. Je hoeft niet elke keer zo'n antwoord te geven. Nee, duidelijk. Maar dat was wel even leuk om te vertellen. Grapje. Ja. Dat is een interessant verhaal. Ja, ik weet ook nog precies waar ik was toen het gebeurde. En ook al was ik zo jong, ik weet nog wel waar ik was. Nou, dat blijft iedereen wel bij, denk ik, dat die gebeurd is. Ja, ik was met mama en mama was aan het strijken. Oh, kijk, ja, maar dat was ze altijd aan het doen. Vrouwen. Oké. Vrouwen. Next onderwerp, ja. Oké, dan gaan we naar de volgende. Hoeveel kilo weegt een liter water? Een kilo. Een kilo. Ja! Oh, Milan! Oh, Milan! Oh, Milan! Wat is er? Ik begin te juichen. En precies dat ik juich en dat je zegt ja? Diamonds, motherfucker. Oh, yes. Oh, kijk eens aan. En dit betekent meteen een nieuwe pickaxe voor Milan maken. En dit is wel even de vraag, Milan. Ja? Wow, ik word serieus gebeld door Kai. What the fuck? Oké, wacht, ik ga gewoon opnemen. Hey, Kai, ik zit midden in de opname en ik heb je op luidspreker. Dus ga niet zeggen dat mijn moeder lekker is of zo, want ik neem dit op. Yo. Oh nee, Kai, what the fuck? Wat de hel is ook mijn moeder? Is ook Milans moeder, zegt hij. Hoezo ben je aan het opnemen? Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben Minecraft aan het opnemen. Fucking epische aflevering aan het maken weer. Ik ga weg, Kai. Echt? Ja, serieus. Oh my god, je bent echt super blij en ik heb echt een super grote teleurstelling naar je geschreven met mijn Skype. Oh nee, echt? Ik ga straks Skype wel even checken, ja? Ik ga weer verder met de opname, ik lees het zo. Ja, is cool man, later. Oké, thanks, spreek je. Yo, peace. Doei. Oké, dikke lalalala. Maar, oké, ik ga dit even weghakken. Ga jij maar in je eigen lane weer, om het maar even zo te zeggen. En dan hak maar weer verder, dan hebben we meer kans op diamonds. Ja, maar dat gaat niet. Maar oké. Oh, jij hebt helemaal geen pickaxe meer, of? Jawel, ja, nou echt bijna niet meer. Alleen, ik heb net even crafting table gemaakt. Maar alleen mijn lijn stopt ergens, random. Oh, nou, ik heb hier nu al een breedte gemaakt. Dus als ik hier verder ga... Ja, dat is prima. Kun jij die diamond weghakken, zodat ik een pickaxe kan maken? Of moet ik dat doen? Wacht, we gaan eentje omhoog. Nee, jij kan het ook gewoon weghakken, dat maakt niet zo uit. Maar, het is te weinig. Nee, het is genoeg. En jij pakt het op. Ja, nou hier twee. Twee is prima. Nee, het moet een pickaxe, dat is 3. Oh ja, fucking die dak. Oh, hier zijn we al een keer geweest. Oh my god, Milan. Nou, hoezo Milan? What the fuck? Ja, shit. Het waren er maar 2 dus. Oh, ik ben hot. Oh, Milan is hot. Hot or not en Milan is hot. Oh, of niet? Dus dat maar ik maak even snel iron voor een iron pickaxe. Maar we gaan even door naar de volgende vraag. Anders duurt het wel heel erg lang. Je hebt al 3 punten. Ik heb nog geen enkele punt van je af kunnen pakken, helaas. Ja, Enzo is op dreef. Of niet. Hoeveel eeuwen zitten er in een millennium? 10. Och, mijn god, heeft hij ook alweer gewoon godverdomme goed! Oh, Enzo is een baus! Oh my god. Oh shit, Enzo is een baus. Ik moet echt moeilijkere vragen. Oh, ik heb ook aan je hart, oh, alweer. Ja, jij bent wel even een bouwers in achievements halen, maar... Hé, dat is lullig, daar doen we even niks mee, hè. Oké, volgende vraag. Ja? Is... Go hard or go home, bitch. Come at me. 4-0, hè? Ja. Welke maand heeft bij ons de langste dagen? Welke maand in het jaar? Dat is de schikkelmaand. Dat is correct, is dat right? Uw definitieve antwoord? Nee, niet definitief, maar het heeft er wel mee te maken. Dus, en volgens mij is dat dan... even kijken, volgens mij is dat dan... even denken. Dat is 1 keer in het 2 jaar, geloof ik, dat schikkeljaar. Want daarom zijn mensen van 32 ook eigenlijk 16 jaar, als ze precies op die dag jarig zijn. Dus dat is in de maand... Oh, ik weet het niet. Ik ga gewoon gokken. Ik zeg gewoon de maand november. Dat is... Kijk maar naar het scorebord. Ah. Helaas fout! Jammer. Helaas fout. De maand, en dat heb ik expres deze vraag gekozen, omdat het valt in jouw verjaardag. Het is de maand juni. Oh, serieus? De maand juni? Ja, de langste dag, ook wel zomerpunt, valt op het noordelijke halfrond elk jaar rond 21 juni. Maar niet steeds precies op dezelfde datum. Ah, kijk eens aan. Fuck, man. Dus, en dan is het wat langer dan de rest. Dus elke maand, of elke juni is eigenlijk de langste maand. Ah, what the fuck. Oké, ja, dat wist ik niet. Nou, 4-1. Oké, even een tegenslag. Maar, dat was een moeilijk, hè? Ja, dat was wel een redelijk pittige, ja. Oké, die heb ik van je afgesnoept. Oké, volgende. Wat is 's werelds grootste kantoorgebouw? Wauw. Die kun je weten, want als je die naam hoort, dan denk jij... En dat is even een hint die ik aan jou geef, omdat ik geen multiple choice heb. Oké. Als jij die naam hoort, denk je... Oh, ja! Potvervriet. Ik wist hem wel. Het grootste is dan nog 1 keer de vraag. Wat is 's werelds grootste kantoorgebouw? 's werelds grootste kantoorgebouw? Kantoorgebouw, dus echt een gebouw. Ja, World Trade Center heeft natuurlijk ook een gebouw met allemaal kantoren erin. Wauw. Oh, serieus. Ja, kan ik dan gewoon een bedrijf opnoemen zoals Adidas of Nike of zo? Of? Nee, het gebouw heeft een naam. Het gebouw heeft een naam? Ja, nee, het is niet inderdaad een merk en dan is dat meteen een gebouw. Nee, oké. Ja, dan weet ik dat even. Fuck. Nee, ik zou het niet weten. Heel eerlijk. Ik zou het echt niet weten. Maar ik ken het wel, zeg jij? Ja, jij kent het wel. Als je het hoort, denk je... Oh, flikker me, ruk even. En dan sla je jezelf over de kop. Oh, fuck nou. Yankee Doodle. Ik heb geen flauw idee. Yankee Ik dacht gewoon aan iets lekkers. Nee, ik heb echt geen flauw idee. Het is Pentagon. Oh, Pentagon. Ja, nou, ik sla mezelf niet voor mijn kop, maar ik ken het wel, Pentagon, ja. Ja, dat had ik kunnen weten, inderdaad. Nou, dat is helaas een snoepje van je afgepunt. 4-2 afgepikt, zou ik zeggen. Fucking hell. Het is nu 50-50 hoe we staan. Ja. 50 punten voor jou en 50 punten voor mij, om dat zo te zeggen. Nou, eigenlijk niet, want het is 4-2 voor jou, maar oké. Oké, kom op met die volgende vraag, man. Oké, wat is een smeris? De helft van 4-2. Een smeris? Wat is een smeris? Ah, dat is een politieagent. Helemaal goed, jongen. Helemaal goed. Hey. Hoppakee. Goed. Ja, een smeris. Of a.k.a. een flikker, a.k.a. niet je vriend. Nee, grapje hoor, mensen. Grapje. Nee, dat is een grapje, mensen. Dat is een grapje. Moet je niet serieus nemen. A.k.a. de blauwe hoed. Ja, dat is dan weer. Maar daar worden ze ook wel eens mee geassocieerd, weet je wel. Dit is niet mijn woorden. Dat heb ik ook van het internet. Ik vertrouw nooit iets van het internet. Oké, nee. Ga door. Hoe noemt men een grote groep vissen? Een school. Hey, dat is goed, hè? Alsof je het leuk vindt om daarheen te gaan. Alsof ik er zelf tussen zwemmen. Inderdaad, dit was perfect. Dat is helemaal goed geantwoord. Oh my god, 6-2, come on. Ik ben op snelheid, ik ben op speed. Hey, de kijkers weten dat. 3, 2, 1. Moving like the speed of sound. Oké, let's go. Oké. Even kijken. Dit is even een denkertje voor jou, denk ik. Omdat jij geen vrouw bent. Maar de vrouwen die denken meteen... Ah ja, deze weet ik. Dus noteer lekker mee thuis in de reacties als je wil. Trouwens had je vanaf het begin al moeten doen. Maar ja, klopt. Beetje laat. Klopt, ja. Laat me raden. Wat is de temperatuur van een strijkijzer? Nee, bijna. Oh, zat ik wel close? Je zat niet eens close. Wat? Oh. Tot welke letter... Dat is helemaal jou op het verkeerde pad brengen met wat. Tot welke letter gaat de BH-maat? Oh, dat gaat volgens mij tot G. Volgens mijn boekje niet. Nee? Het gaat tot F. Oh wel? Ja, volgens mijn boekje. Fuck. Tenminste, volgens mijn internetresource. Dus... Wauw, ik was serieus close, hè. Dat scheelde maar eentje. Het scheelde maar één letter. Het was serieus close. Ik heb ooit een vriendin gehad en die had zulke grote tieten dat ik dacht dat het Z was. Maar zij had toen gezegd van ja, dat was G, maar blijkbaar was het dus F. Ja, maar kijk, het zal vast wel bestaan dat G, op maat gemaakte BH's natuurlijk heb je. Maar die je in de winkels kan krijgen is gewoon F. Is F, en ja, op maat gemaakt, net zoals mensen die schoenmaat 86 hebben, nou laten we even realistisch zijn. 54, die moet serieus speciale schoenen van €400 laten maken, omdat het niet te verkrijgen is. Net zoals BH-maat is. Oké, helemaal logisch, ja, ik snap hem. Oké, deze is even een eentje die je eigenlijk dagelijks gebruikt en waarvan je dat leest en hoort en dat je denkt, ja, maar wat is dat eigenlijk? Het is een beetje vergelijkbaar met de vraag waar staat .com voor, maar dat is toevallig niet de vraag. Oh, de vraag is... Weet je dat trouwens wel? Nee, .com, nee. Geen, daarom sta ik ook gelukkig. Oh, .com staat voor commercial. Oh, serieus? Ja, dat is een leuk feitje even tussendoor. Oh, oké, ja, leuk. Die wist ik toevallig. Nee, voor wat staat de afkorting CD? CD. Ja, je gebruikt het dagelijks. Ja, nou dagelijks. Ah, ja, dagelijks. Oké, een beetje overdreven. We gebruikten het vroeger dagelijks, laten we het zo zeggen. Ja, toen hoe noem je dat? De MP3-speler kwam. Ja, toen we alleen nog maar Pippi Langkous konden zien. Even denken. Fucking hell. Een CD-ROM. Nee, niet een CD-ROM. Nee, CD. Gewoon een CD. Waar staat die afkorting voor? Ik weet het echt niet. Als je... Fuck. Ja, het is wel een moeilijke vraag hoor, want je leest eigenlijk nooit verder, maar het staat gewoon op de CD. Ja, serieus? Ja, het staat, als je een CD gewoon koopt, een lege, die je kan branden, staat er altijd op. Oh fuck, ja, ik heb hier ergens eentje liggen, maar... Nou, kijk maar. Ja, ik heb hier één liggen, maar er staat niks op. Ja, er staat Windows 8 opgeschreven, omdat het is geïnstalleerd erop, maar... Er moet er gewoon bij staan. Nee, er staat serieus, dit is gewoon een blanco. Kijk, ik laat het zien aan de kijker, het is gewoon een blanco CD dit. Oh. Dus, zodat je speciaal met een stift erop kan schrijven. Ik heb verder ook geen hoesje eromheen. Het is alleen de CD. Oh, wacht. Ik heb hier meer. Dit is... Oh, ik heb hier DVD-R. Is dat... Lijkt het op DVD? Nee, hè? Een CD is het, hè? DVD is wel wat dan een CD. Ja, daarom. Dat bedoel ik. Dus, nee. Ik heb alleen DVD's hier. Waar je op kan branden. Heb je dat ooit nodig? Laat me weten. Ja, ik heb dat. Oké, kijkers, mailen. Nee, CD staat voor compact disc. Oh, eigenlijk heel logisch. Ja. Ja, het is 6-4. Het wordt nog wel close, hé. Ja, ik heb de vraag goed uitgekozen, hè? Ja, dat heb je netjes gedaan. Makkelijk, beetje moeilijk, beetje gemengd. Want ik ken je. Oké. Volgende. Hoe heet de vlieg die een zwaar brommend geluid maakt? Een kutvlieg. Nee, dat is niet de brommervlieg. Dat is de... Ook geen horzel. Want die steek je meteen dood. Ook geen libellen. Ja, libellensteek blijkt echt bizar pijnlijk te zijn, hè? Als een libelle je steekt. Ja, of een horzel. Hoe noem je zo'n ding? Die paarden prikt. Oh ja, echt van die graftakken. Ja, zo'n paardenvlieg ding. Ja, en de ergste vijand van een paard. Laten we daar maar op houden. Ja, oh man. Ja, tering. Dikke beeld ervan. Ik hoor zombies, dat is een goed teken. Dat betekent dat hier ergens een cave is. Dus ik ga even een beetje links graven. Hey, volgens mij ben ik zo ver al gegraven dan jij, hè? Ja, zo klopt. Want ik zit met iron, hè? Ja, oké. Wow, ik word gehit. Maar fucking hell, wat zei je ook weer? Hoe heet de vlieg die een zwaar brommend geluid maakt? Het is eigenlijk heel simpel. Ja, het is inderdaad heel simpel, dat weet ik. Daarom... Maar je moet er juist niet te veel over nadenken, maar daar ben ik nu mee bezig. Dus... Nou ja, ik zal je een beetje helpen. Je hebt het al eigenlijk gezegd, maar... Verder zeg ik helemaal niks. Oh, het is serieus de bromvlieg? Hey! Ja, echt? Ja! Oh, nice. Toch wel dat dus. Ja, dat is serieus een vlieg, de bromvlieg. Oh, nice. De bronvlieg. Nice! Dit betekent punten scoren. We gaan het zien in de chat. Ja hoor, sorry. Ik was even bezig. Oh, pakkee. 7-5. Kijk, zie je dat? Ik heb stiekem een puntje bij mij ook zelf erbij gedaan. Hey, what the fuck? Het is 7-4. Ja. Ik had het. Als ik niks had gezegd, jongen. Ja. Oké, nee, dat doe ik niet. Ik ben eerlijk. Oké. Dit is een relatief simpele, denk ik. Op welke leeftijd ben je volgens de wet volwassen? Kom, Milan, kom. Ja, ik heb geen pickaxe meer. Wow, vet. Wow, hier is een cave. Ik heb geen pickaxe meer. Daarom kom ik naar jou toe. Oh, oké. Ik zal je even helpen dan. Hola. Maar je hebt toch... Oh, ik zal dit wel even hakken. En dan kan je nu gewoon naar boven zo. Ja, dankjewel. Welke... Sorry, wat zei je? Op welke leeftijd ben je volgens de wet volwassen? Volgens mij is dat... in Amerika is dat 21, maar volgens mij is dat hier gewoon 18 wel. Ja, correct. Ja. Dat is helemaal goed. Dat is een 8-4. Dat was wel een hele makkelijke, hè? Ja, wel een hele makkelijke. Ik zat wel heel serieus even na te denken, omdat in het buitenland mag je dus als je 21 bent drinken en op je 16e rijden. Maar omdat je moet zeg maar kijken naar de leeftijd vanaf wat je mag drinken. Als je dat onthoudt, dan is het de vraag heel makkelijk. Dus vanaf je 18e mag je hier drinken, dus het is 18. Buitenland 21, dus 21 ben je volwassen. Zo moet je maar zien. Dus als je alcohol mag drinken, ben je volwassen. Daar komt het eigenlijk op neer dan, een beetje. Zo'n beetje wel, ja. Dus misschien een ezelsbruggetje eigenlijk. Ja. Nou, ik vind het een hele goede, hele slimme. Hey, nog een beetje en ik denk dit is een beetje... Oh my god, we hebben hetzelfde probleem. We hebben allebei geen pickaxe meer. Oh, maar ik kan wel maken, ik heb hout. Oké, nice. Maar ga verder, ja? KnolPower. Ik ga jou even een boot geven. Op welk jaar... Nee, dat heb ik al gesteld. Ik ga weer dezelfde. Hoeveel tijdzones zijn er in de wereld? Waarom kon je dat niet op? Man? Ja, geen idee. Ik zat hem ook al te spacen. Maar ik wou niet door je heen lullen. Hoeveel tijdzones? Hey, ik heb niks wat ik op mijn stokje kan zetten. Dus ik weet niet of jij wat hebt. Nom. Alsjeblieft, nu al. Ah, nice. Thanks. Dat heb ik al gedaan. Zo. Oké. Nou, tijdzones zijn er in de wereld. Hoeveel tijdzones? Volgens mij zijn dat er 13. Wat is er? Ik heb een dom broertje. Wat dan? Ik weet niet hoe kort jouw dagen zijn. Hoeveel tijd heb je? 13 uur op een dag? Oh, je bedoelt... Dat was een instinkertje dit. Oh my god, ik dacht tijdzone van Amerika-tijd en Turkijs-tijd en... Nou, denk eens goed. Ja, maar dat is 24. Want denk maar eens, wij zijn op de GMT plus 1. Ja, en dan Amsterdam staat er dan altijd achter nog. Ja, en het midden is de evenaar, dus dat is 0. Dus wij zitten net rechts van de evenaar. Oh. En dan moet je zo verder tellen. En dan ga je naar plus... wat is het? Plus 12. Tuurlijk, en daarom 24 uur. Ja, plus 12 en min 12. Ah, en dat is wel inderdaad een instinctje hoor. Want ik trapte er met beide benen in. Ja, dat puntje, dat snoepte ik ook mooi van je weg. Ja, dat heb je netjes gedaan. Dat heb je ook slim gebracht, hoor, dit. Ja, dankjewel. Oké, de volgende. Dit moet jij wel weten. Ja, ga geen druk op me zetten, Milan. Kom op. Oké, dit moet jij weten. Als je dit niet weet, jongen, dan... Oh mijn god, dat ben je echt... Als je dit niet weet... Oké, komt ie, hè? Ja. De drukmeter is er vanaf. Welk dier staat er op het logo van een Ferrari? Een paard. Sowieso, motherfucking Enzo Ferrari, horsepower, PK. Inderdaad. PK staat ook voor paardkracht, hè, voor de mensen die het niet weten. Dus dat was echt... Ferrari heeft een van de grootste paardkrachten van de wereld. Qua auto's, om het even zo te zeggen. Dus dat wist ik inderdaad wel. Als ik die niet wist, dan was er serieus wat mis met mijn hersenpan. Ja, dat klopt. Kom hier maar met mij mee, volg mij. Dan gaan we hier weer even lekker naast elkaar minen voor die diamonds. Want we hebben een diamond pickaxe nodig. Maar dan maken we score inderdaad 9-5, toch? Eigenlijk heeft Ferrari dan heel veel KnolPower, paardenkracht. Ja, en mijn droom is ook om serieus nog een keer in een Enzo Ferrari te rijden. Ik zei toevallig, vandaag tegen een vriend van mij, van, want hij kwam met een paar ideeën. Hij zei van, ja, ik heb nog wel wat dingen wat je kan doen voor video's. En toen zei ik tegen hem van, nou, weet je wat ik nog een keer heel graag wil doen? Dat is gewoon serieus een auto huren. En dan niet zomaar een Fiat Panda of wat dan ook. Maar gewoon echt serieus gewoon een Ferrari huren. En dan gewoon één dag gewoon gaan rijden. Dus dan betaal je een paar €100 en dan mag je die auto voor een dag huren. En dan kan je gewoon lekker toeren en lekker racen in dat ding. En dan wil ik een Ferrari huren. Maar weet je wat het is met een Ferrari? Die mensen zijn natuurlijk... Oh! Oh! Fuck! Oh, shit! Twee keer diamonds gevonden, man. 2 keer. Nu kunnen we 1 pickaxe maken. Dus... Oh nee, het zijn er 3. Dus dan moeten we 4 hebben. Ja! We kunnen allebei een pickaxe maken dan. Hoeveel zijn het dan? Ja, het zijn er 4. Het zijn 5. En ik had hiervoor had ik al 2. Huh, waar heb je die diamonds gelaten? Die heb jij toch? Het zijn er meer. Oh nee, het zijn er meer. Jij hebt die andere diamonds toch? Ja, ja, ik heb hier 2. Oké, nice. Episch, man. Kijk, oh ja! Achievement diamonds! Hier, dude. Yes! Kijk, alsjeblieft. Ja, moet ik ze even craften? Wat moet ik? 1 pickaxe kan ik maken. Nee, ik kan ook 1 pickaxe, want ik heb 3 diamonds ook. Oh! We hebben hier 5 gevonden. En, oh, ja. En zo net hadden we... Huh? Ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt wel? Ja, dat klopt wel. We hebben nu 7. Nee, want ik heb er 3, maar jij hebt er toch ook 3? Ik heb er 4. Oh ja, dat klopt het wel. Ja, uiteraard. Ja, ja, fucking vet, man. Ja. Oh, jij bent zo serieus helemaal teruggelopen, man. Ja, ik kan wel... Oh nee, ik kan niet. Nee, ik kom naar je toe, maakt niet uit. Maar weet je wat het ding daarachter is? Is dat... Ferrari is natuurlijk niet gek, die wil ook zijn Ferraris heel houden. Dus volgens mij mag jij niet zomaar als 21-jarige jongeman een Ferrari huren. Of ja, je mag hem wel huren, maar je mag er niet zomaar 1, 2, 3 in rijden. Meestal is het 5 jaar rijervaring, plus ze willen weten wat voor verzekering je hebt. Ja, serieus? Ja. Oh, want weet je wat ik heb gehoord? Dat die vriend van mij zei toen van, weet je wat, weet je hoe het zit bij een Porsche? Niet als je hem gaat huren, maar als jij een Porsche gaat kopen. Oh! Oh! Are you serious? Wat ik? Alweer? Wat ik? 3 keer heb ik gewoon diamonds gevonden, bitch. Oh my god. In 1 aflevering. What the fuck? Sick. Sick, jongen. Dus je weet het. Als jij ooit nog iets met Minecraft gaat doen en je hebt diamonds nodig, invite me, bitch. Oh, sick. Oh, echt sick. Ik heb nog nooit zoveel gevonden in 1 aflevering. En het zijn er nog aardig wat ook. Hier 1, 2, 3, 4, 5 weer. Holy fuck. Nice, man. Kun je meteen weer. Ik heb hier nog eentje. Dus die gooi ik even naar beneden. Sick, man. Oké, laten we nu... Oh, ik doe hem in 1. Laten we nu allebei 2 pickaxes maken. Sick. Oh, ik ben nu fucking met mijn iron pickaxe nog aan het hakken. Doe dat ding weg, man. Zo. Moet je niet hoger graven? Nee, het is nu 10. Ik vind... Oh, kut. Oh my god. Out of memory. Fuck, ik drukte op F2. Wat doet dat? Huh? Ik drukte op F2. Toen stond er out of memory of zo. Ik snap er geen drol van. Ik heb geen idee. What the fuck? Ja, oké. Het staat 9-5 voor mij. En oh ja, wat ik nog even wou zeggen is dat als je een Porsche wil huren, heb ik gehoord van die vriend van mij. Als je een Porsche wil huren, dan... of nee, niet alleen huren, maar... of kopen. Dat was het. Als je een Porsche wil kopen, moet je serieus een cursus verplicht volgen van Porsche. Wauw. Dat krijg je wel gewoon gratis erbij als je een Porsche koopt. Maar dat doen ze puur omdat er zo'n krachtige auto is dat ze ook de service erbij geven dat je er daarna veilig mee kan rijden. Dus in die cursus ga je ook serieus leren dat dit niet zomaar een auto is, maar echt een auto met fucking veel paardenkracht, fucking veel pk. Maar dus dat vind ik wel een goede service van Porsche, dat doen ze netjes. Dat is wel leuk dat ze dat doen. Ja, of het is een beetje imago en dan doen alsof hun auto heel speciaal is en daardoor... Je weet het niet. Nee, oké. Weet het nooit. Dan heb ik nog een vraag. En dit kan de doorslaggevende vraag zijn, want dit is jouw laatste punt. Want je gaat natuurlijk voor de 10. Juist. Hoe... Let the dogs out! Hoe? 10 punten. Nee. De echte vraag... hoe... heet de kikker uit de Muppet Show? Kermit de kikker. Nou, die heet niet Kermit de kikker, die heet alleen Kermit. Maar het is inderdaad goed. Oh yeah! Gefeliciteerd. 10-5, bitch. Hey, hoeveel had jij de vorige keer gewonnen? Dat was 10-4 of niet? Ja, 10-4. Ja, 10-4 hè? Oh, dat was ik wel close hoor. Maar ik vind 10-5 vind ik wel pittig goed ook gewoon. We zijn altijd nog beter dan Kai. Met z'n 10-8. Ja, nee, ik vond je leuke vragen. Vond je het een beetje een leuke show? Ja, ik vond het serieus wel een leuke quizshow. Ik vond het serieus leuke vragen hebben, dus... Mooi, dan heb ik het goed uitgekozen. Dan voel ik jou goed aan. Wow, ik hoor jou hakken, maar ik zie niet waar je bent. Nou, ja, ik buk altijd. Oh, jij bukt altijd, voordat er lol, lava komt. Ja, maar lol, we hebben gewoon 1 blok naast elkaar gemined. Dat is niet echt de bedoeling, maar... Kijk maar, fucking dom. Dat is echt dom, ja. Dat is niet handig. Okay. Ach ja. We komen toch aan het einde van de aflevering, dus. Ja, daarom. Hey bro, fucking sick. Doop dat je die vragen had. Ik vond het serieus leuke vragen. Willen jullie dat we dit vaker gaan doen? Laat het weten in de reacties. Vergeet vooral dat blauwe duimpje niet omhoog te doen. Milan spaced was een motherfucker. Dus vergeet niet op Milan te abonneren. Check ook even mijn kanaal, wou ik zeggen. Check even mijn kanaal Enzo Knol. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie morgen allemaal hopelijk weer bij een nieuwe aflevering terug om 7 uur. Houd allemaal in de gaten. Milan, doe met me mee. Dikke, vette... Peace? Nice. Ik wist het echt niet. Nee, dat is hem. Peace. Je hebt het goed gedaan. Oh, sorry. Peace. Peace. Ja. Peace. KnolPower.